Nou, na 2 weken rondreis zijn we dit jaar zo slim geweest om ook een week te verlengen met relaxen. We hebben hiervoor een heel mooi hotel in Varadero en alles is inclusief. Eten, drinken en mooi weer. Ja, en dit is ons uitzicht. En ik loop nu door het prachtige park van dit hotel richting de zee. Nou, en dat is hier ook een plaatje. Varadero heeft de mooiste stranden van heel Cuba. Het is een schiereiland van maar liefst 19 kilometer, verbonden met het vasteland door een ophaalbrug. Nadat Castro in 1959 aan de macht was gekomen, werd het toegankelijk voor iedereen. Maar nu is het hotelgebied, alleen voor toeristen en mensen die in de hotels werken. Het is hier echt super hoor. Je hebt alle gemakken om je heen. Stoelen, leuke rieten parasols. Je kan drinken wat je wil. De zee is heerlijk, namelijk helemaal niet koud. Ruimte genoeg, wit strand. Wil je nog meer? Je ziet het, mooie parasols van palmbladeren en soms ook echte palmen met kokosnoten. En dat is met gevaar, maar daar hebben ze het op gevonden. Kijk maar hier bij het zwembad. Varadero is niet alleen strand. We bezoeken ook het plaatsje en daar kopen we gelijk wat souvenirs. Hier kun je goed zien dat Varadero een schiereiland is met al zijn hotels erop, want hier zie je de brug. Estaba en casa de madrina y ayer la mandó a buscar.
Nou, je ziet wel een heel mooi stadspark. Het is het voormalige landgoed van dictator Batista. En daar hoort een zomerhuis bij. Nu een restaurant. In de 30e jaren van de vorige eeuw werden dit soort villa's hier gebouwd. Allemaal rijke Amerikanen, mooie buitenhuizen. En dit museum is er nog een voorbeeld van. En deze veranda is typisch voor de bouwstijl van deze villa's. Met een heel mooi uitzicht. Zo, even tijd voor een bijzonder drankje en ook op een hele bijzondere locatie. We zijn vanmiddag in de landgoedvilla van de voormalige familie Dupont, die dit huis in 1929 liet bouwen. Een hele rijke Amerikaanse familie en die kocht hier het halve eiland op. En toen zij er eenmaal gingen wonen, kwamen er meer en werd het echt het eiland voor de rijken. Nu zijn de tijden veranderd, nu mag iedereen hier weer komen. En wij dus ook.
is toch wel even de moeite waard. De reis Cuba Grande zit erop. We hebben enorm genoten. En met muziek en dans sluiten we dit reisverslag af.